U zit een maand of 6, 7 in de Kamer, eigenlijk nog heel jong. U wordt behoorlijk vertrouwd in de peiling van... U staat tweede na Pieter Omtzigt. Gefeliciteerd daarmee. Heeft u het idee dat er iets aan de hand is in de samenleving... als het gaat om vertrouwen in de politiek? Wat ziet u? Nou, ik denk dat het hier net al benoemd is. Van, er zijn hele grote crisissen. De klimaatcrisis, maar ook de wooncrisis, de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis. Allemaal crisis waarvan men zegt, het wordt niet opgelost, het wordt niet aangepakt. En op het moment dat je dan op mensen stemt... om juist te zorgen dat dit soort problematieken worden aangepakt... en men levert niet, ja, dan, dan ga je je vertrouwen verliezen. Daar kan ik me heel goed inkomen. En dat wordt steeds groter. Ik denk dat het ook deels te maken heeft dat heel veel crisissen die we zien... zijn internationaal. Die kunnen we ook niet altijd in Nederland oplossen. De klimaatcrisis bijvoorbeeld. De klimaatcrisis, al wordt dat wel vaak gesuggereerd. Maar we hebben hier in Nederland ook echt te maken met een probleem van politici... die ook de rechtsstaat toch wel aan hun laars lappen. En dat heb je gezien bij de toeslagenaffaire. Ja. Maar je ziet het de afgelopen tijd ook in die 6 maanden dat ik in de Kamer zit... bij de minister die overstapt naar een energielobby... de staatssecretarissen die in de regering gaan zitten. En het zijn allemaal van dat soort kleine signalen... waarbij ja, je kunt denken van... zijn dit de mensen die mij moeten vertegenwoordigen? Ja. En heeft... Ook, sorry. Zijn ook mag ik? Ja. Zijn ook grote signalen. Hè? Laten we nou eens even kijken naar die wooncrisis. Het is al tijden gaande. Het zorginfarct, wat nu iedereen... de kranten beginnen eindelijk mee vol te stromen, is al tijden gaande. Wat nu demissionair is, dit kabinet, heeft daar echt totaal niets aan gedaan. De verhuurdersheffing is nooit van tafel gegaan... ondanks de enorme noodkreet van de woningcorporaties. De noodkreten vanuit de zorg... die over de IC-bedden enzovoort, enzovoort. Over het enorme tekort wat dreigde aan handen aan het bed. Alles is nooit naar geluisterd. Er is niets aan gedaan. Ze hebben als het ware in de zon liggen bakken. Heerlijk. En denkend, het komt wel goed. En dat vind ik het grote falen. Precies, het is eigenlijk dat... Hè, want we praten nu de hele tijd over een demissionair kabinet. Ja. En de afgelopen... Ja, vanaf januari. Daarvoor. Eigenlijk zijn ze daarvoor al demissionair. Ik wil even naar u. Waarom komt u er zo goed uit? Wat doet u? U staat ineens tweede in die peiling. Ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi om tweede in zo'n peiling te staan. Had u het verwacht? Dat moet je toch niet in hem vragen. Maar u gaat niet met een trekker naar het Binnenhof. U doet geen rare frats. U bent eigenlijk best wel saai, zeggen veel mensen. En toch staat u ineens heel hoog in die peiling. Nou, ik denk dat het deels ook natuurlijk een beetje relativeren. Ik zit er net 6 maanden. Ja. U heeft nog niet zoveel fout kunnen doen. Dus ik denk dat dat ook misschien wel meespeelt. Al ben ik natuurlijk van plan om het zo lang mogelijk goed te doen. Mm. Maar wat ik voornamelijk zie... Kijk, ik sta dan nu tweede in die lijst... En ik heb een 6. Dat is voldoende. Je kunt jezelf ook een beetje de vraag stellen... is dat waar we met elkaar naar streven? Het is een genadezesje van... een nieuwkomer in de politiek... Nog niet door de mand gevallen. Heeft u het idee dat de politiek doorheeft... in wat voor vertrouwenscrisis het verkeert? Als je kijkt naar de afgelopen 6 maanden... dan heb ik het idee dat dat aan de ene kant zeker niet het geval is. Want je ziet dus die formatie die doorsleept. En op zich is 6 maanden wachten... hoeft niet erg te zijn als je dan ook het gevoel hebt... dat mensen met die crisis aan de slag gaan. Dus als je het gevoel hebt dat daar onderhandeld wordt... met het mes tussen de tanden, Maar als ik het even mag afmaken, want dan zou je nog zeggen... Oké, dat gevoel hebben. Maar we zien natuurlijk nu alleen maar van... Ja. Het gaat over wie met wie. Maar aan de andere kant, want ik wil ook even een positief punt noemen. Nog en dat is dat ik ook heel veel jonge Kamerleden zie... die ontzettend goed zijn. En Derek Boswijk, Kati Piri, die Afghanistan-debatten echt bevlogen doen. Dat geeft me ook wel heel veel vertrouwen. Okay. Dat,